Hallo allemaal. Mijn challenge zit er bijna op. Elke dag een tekening in 2022 en dat op een YouTube kanaal. Tekenen met Maarten. Um, heb je nou ook wel eens zin om een keer een challenge te doen, een teken challenge? Dat kan. Elke maand uh, geef ik via mijn academie, online academie, een teken challenge uh, en daar kan je voor inschrijven. Um, daar staan ook mijn andere cursussen, online uh, uh, zakelijk tekenen en mijn cursus tekenen Ga ik volgend jaar door met het elke dag een tekening? Nee. Want ik heb gemerkt dat mijn cursussen er toch een beetje onder te lijden hebben. En uh, ik blijf wel op YouTube. Uh, ik zal regelmatig komen met nog wel video's, tekenvideo's, maar niet meer elke dag. Elke dag is toch echt wel een beetje te veel. Uh, vooral het editen, daar gaat heel veel tijd in zitten. Um, ja. Zoals ik al zei, mijn cursus hebben we daar een beetje onder te lijden ge gehad. Dus, uh, en ik wil daar toch echt wel meer tijd in gaan stoppen in mijn online academies. Dus uh, volgend jaar ga ik me daar zeker meer op focussen. En zal ik iets minder op YouTube zijn, um, toch zal ik terugkomen op YouTube. En uh, waarschijnlijk met tutorials, tekentutorials. Uh, hoe maak ik bijvoorbeeld een schaduw? Maar ook uh, hoe doe ik iets in Photoshop of uh, in een ander programma. Dus hou zeker mijn uh, kanaal uh, Tekenen met Maarten in de gaten. Uh, daar zul je dus regelmatig uh, video's van mij in. Zou zeggen, abonneer je erop, dan krijg je vanzelf een melding daarvan. Um, wat je ook kan doen via mijn uh, website: het gratis e-book uh, e downloaden. Uh, geen praatjes, maar plaatjes. Daar vertel ik alles over hoe belangrijk illustraties zijn in de communicatie. En um, ja, dan wil ik jullie hele fijne. Feestdagen wensen en uh, ja, een heel goed 2023. En uh, ja, je bent dus zeker niet van me af. Ik zal regelmatig uh, in video verschijnen. En uh, ja, er staan ook weer een heleboel nieuwe online cursussen op. Touw. tenminste, die ben ik op, uh, aan het opzetten. En, uh, maar ja, eerst ga ik eens even focussen op de cursussen die er al staan. En er dus is er zelfs nog eentje niet af, dus die moet ik eerst afwerken voordat ik met de rest begin. Uh, maar um, ja, wat er in 2023 gaat verschijnen, is waarschijnlijk ook nog een online uh, cursus: hoe teken je businessplan? En een uh, online cursus: hoe teken ik mijn les, bijvoorbeeld voor docenten? Nou, genoeg te doen, ik hoef me niet te vervelen. Uh, daarnaast heb ik allerlei tekenopdrachten die ook allemaal doorgaan. Dus uh, ja, uh, je zult heel veel dingen nog zien verschijnen van me. En uh, ja, ik wens jullie gewoon nog een uh, hele fijne tijd. Denk erom, mijn cursussen zijn tot eind van het jaar nog een 50% korting vanwege het jubileumjaar. Dus ik zou zeggen, ga zeker daar nog even kijken. En uh, ja, wil ik je meedoen met de challenge, uh, zou ik je ook dit jaar daar nog voor inschrijven. Dan heb je nog, die ook nog met korting. En uh, ja, ik wens jullie hele fijne dagen en uh, heel veel tekenplezier. Tot in de volgende video.